Wil jij even zitten hier? Blijf liever staan. Het is voor mij geen enkele moeite om Lucas even naar huis te brengen. Nou, dat is heel aardig van je, maar ga maar naar je afspraak. Ik breng hem wel met mijn auto. Kan ik ook zo lang blijven als nodig is, hè? Want zij is in het ziekenhuis. Kneusdrieven. Ah, dat is vervelend. Kun je lang last van houden? Ja. Maar gelukkig is het niet gebroken, hè? Ja, gelukkig. Een man kunnen weggaan? Ja, ja. Oké. Okay. Nou, dankjewel voor het rijden, hè? Ja, geen enkele moeite. Tot. Johnny. Bel Bianca gewoon. Ze zit er waarschijnlijk net zo mee als jij. Hoe ging het gesprek? Ja, prima. Heeft u al iets van Nina gehoord? Ja, een sms'je. Ze komt er zo maar. Doe je rustig aan? Wetenschap. Kan ik iets voor je doen? Wil je wat drinken? Ik ben helemaal oké. Ik wacht even op mijn moeder. Hallo. Hey, hoi. Laura. Hey, lief. Oh, nee. Oh, sorry. Oh, jij zit natuurlijk iets anders kan. Maar misschien mag ik wel even mijn kant van het verhaal vertellen? Hij komt net uit het ziekenhuis. Heeft gekneusde ribben. Nee. Hey. Oh, wat is er gebeurd? Andere keer, oké? Oké. Oh, je bent terug? Ja. Juh, ik spreek je nog wel een keer, ja? Ga je? Kom. Wil je deze stop nemen? Oh, ja. Gaat het schat? Ja, heel sterk, zeg. Dank je wel.